Snelste in de training van de 350cc-klasse was John Eckerold. Voor Rini van Kasteren en Jean-François Baldé. Iedereen verwachtte in de 350cc de meeste strijd van Baldé en Eckerold. Baldé met start nummer 33 op de groene Kawasaki en Eckerold met nummer 53 op de rood-witte Yamaha. Van Kasteren nam de kop, maar verloor door een stuurfout de aansluiting met de kopgroep. Als eerste kwam Baldé de molenbocht door, gevolgd door Eckerold. De volgende plaatsen werden ingenomen door Hernand, Normy en Alan North, met een weer inlopende Van Kasteren. Even leek het erop dat Eckerold Baldé het gevecht van de dag zou worden. Maar een woedende Eckerold moest even later al met pech opgeven. Daardoor kwam de overwinning van Baldé niet meer in gevaar. Zijn Grand Prix ervaring volledig benuttend, liep Baldé steeds verder uit. En na het lappen van achterblijvers stuurde de Kawasaki fabrieksrenner zijn machine zegevierend over de finish. North werd tweede, Normy derde en Van Kasteren vijfde.